afgelopen woensdag braken de dijken door rond de Maas en Waal en overstroomden een groot gebied van Nederland. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen en hoe groot de schade is. Er zijn nog heel veel mensen vermist en sommige gebieden zijn onbereikbaar geworden. De Maas is voor de 6e keer deze week overstroomd. Het gebied tussen de Maas en Waal is het hardst getroffen. Er zijn al meerdere inzamelingsacties opgezet door het hele land om de slachtoffers van de overstromingen te helpen. Wacht allemaal rustig af. Er wordt druk gewerkt om het water de grond in te leiden. We verwachten dat alles over zo'n 10 minuten wel weer in orde is. In een paar dagen tijd is er al heel veel geld opgehaald. Het hele land leeft mee met de slachtoffers van de overstroming en iedereen draagt graag een steentje bij. We hebben zojuist te horen gekregen dat de stoppen eruit mogen. Het was een vrij grote overstroming deze keer en klimaatactivisten beginnen dan ook weer te roepen dat we al lang actie hadden moeten ondernemen. Maar met onze vernieuwde afvoersystemen hebben we niets te vrezen van het water. Lieve broer, zijn jullie allemaal veilig? Ik hoorde op de radio dat het gebied tussen de Maas en de Waal het hardst getroffen was. Is iedereen ongedeerd? Nou, ons huis is weer droog. Hoe is het bij jullie? Bij ons is inmiddels alles weer goed. Wij zijn allemaal heelhuids thuisgekomen en het water is weer gezakt. Ik hoop jullie snel weer te zien. Groeten van ons allen, Ida.